Heel waarschijnlijk is dit nieuwsuitzending nummer 173. En dat nummer is niet zo belangrijk, want ik ga alleen maar lopen zeuren. Maar wel natuurlijk zo leuk mogelijk. Hè? Dit is typisch nieuws. Staat best wel een mooie screenie. Dit is de CEO, de Command Executive Officer van Facebook. Er schijnt een Facebook-moord te zijn geweest. Nou, even luisteren wat er aan de hand is, hoor. We have a full roadmap, products to help build groups and communities. Kijk, dit is prachtig, hè? We hebben een volledig stappenplan voor producten die helpen bij het vormen van gemeenschappen. Ja, geweldig. Ja, laten we zo beginnen. Help build a more informed society. En zorgen voor een beter geïnformeerde maatschappij en die ons veilig houden. Even kijken hoor. Die producten hebben twee functies. Die producten zorgen ervoor dat we beter geïnformeerd zijn. En die producten houden ons veilig. Dat is heel mooi. Dat is iets als dat je chloor koopt voor het toilet. Maar dat kan je ook door de salade heen doen. Dat is gewoon tweeledig. Hè? Help keep our communities safe. And we have a lot. Oh, kijk, maar dat vind ik dus echt persoonlijk ook. Want eventjes, om niet al te lang te lopen zeuren over deze zielige man. Maar ik heb in zijn keuken mogen kijken. Ik ben programmeur. Dus ik heb van die programmeur sites. Dan zit je af en toe gewoon ook je neus te eten. Omdat je gewoon geen zin hebt om te werken. Omdat je moe bent van het programmeren. Dus dan ga je in de ronde neuzen als een rat. En toen heb ik erachter gekomen. Want ik vroeg me altijd af. Hoe heb je dat met Facebook kunnen doen? Die hoeveelheid data, die was echt, jeetje man, ja. Hoe heb je dat kunnen doen? Nou, dat was dus eigenlijk gewoon heel flauw. Ze hebben gewoon alles afgewenteld op JavaScript of Java dinges. In ieder geval, ze hadden die interface jongens en die moesten het gewoon maar doen. En dan in de background hadden ze een soort van cloud, ik moet even niezen, maar een soort van cloud draaien. Maar die moest persoonlijk worden. Nog een keer. Dat is het voorjaarsding. En die programmeurs die moesten dat allemaal voor elkaar maar zien te breien. Dus dan maak je het gewoon extra ingewikkeld voor je eigen personeel. Want ja, je files die groeien over de harde schijf heen. Dus het is een harde schijf is een. In die zin een mooie harde schijf, want er zit echt een grens aan. Hè? Dat is een soort platte aarde, zeg maar. Die houdt een keertje op. En dan? Tweede harde schijf? Nou, leuk idee. Ja, dat heeft Mark Zuckerberg helemaal niet opgelost. Die is gewoon ingedoken met geld van zijn ouders of zo. En die is begonnen in PHP en het staat totaal stil momenteel. A lot more to do here. And we're reminded of this. This week by the tragedy in Cleveland. Ja, precies. Dat is heel mooi. Dan kan hij dus eigenlijk gaan lopen vertellen van ja mensen, jullie hebben allemaal gemerkt dat Facebook de laatste tijd totaal stil staat. Er is gewoon niks nieuws onder de zon. Het is allemaal een beetje same old. Ja, we zijn zo'n beetje klaar. En we zitten al jullie data af te tappen. En en masse zitten jullie ons uit te schrijven. Behalve zo'n zielige ik zoals ik, Perry dus. Die denkt van, ach, maakt mij het uit. Het staat toch al overal op. Ja, en hij raakt met zijn klanten kwijt. Maar nu heeft hij eindelijk wel een mooie partij. Ja, mooi. En our hearts go out to the family and friends of Robert Godwin Sr. Hier heb ik dus een klein probleem mee. Ik wil graag terugrefereren. Ik ga binnenkort een nieuwsuitzending 200 maken. En dat is een soort samenvatting. Een hoogtepunt, zeg maar.
de hoogtepunten van de afgelopen uitzendingen. En daar gaat zonder meer het requisitoor van Henk J. Maus in naar voren komen. De aller, wat mij betreft, de allergrootste a-hole van NL. De allergrootste AH van... Nee, dan beledig je weer de familie van die man die ik persoonlijk heb gesproken. En dat bedoel ik ook niet. A-hole, zeg maar dat dan maar. Henk J. Maus. Nou, en hij sprak de naam van het slachtoffer van... Als je dat een beetje weet, op 30 april 1999 is er een jong Fries meisje... Fries, niet Fris of zo, maar Fries. Hè? Heel raar om het leven gekomen. En haar naam hoef ik niet uit te spreken om die dood. Want dat is één ding waar iedere Nederlander het over eens is. Die dood, die staat vast. De naam is niet belangrijk. En hij spreekt de naam van het slachtoffer uit. En dan staat hij met zijn handen in zijn zakken, in zijn fris gewassen army shirt. And we have a lot of work and we will keep doing all we can. We blijven er alles aan doen om te zorgen dat dit soort dingen niet meer zullen gebeuren. Sorry? Hoe dan? Een nieuwe Facebook filter of zo? And to prevent tragedies like this from happening. Ik weet totaal niet waar meneer Suikerberg ermee bezig is, hoor. Zijn company, zijn product. Ja, het is geinig. Maar, mijn dochter, dat vond ik trouwens ook niet aardig van haar. Want ik vond dat ze dat mij had moeten vertellen. Van tevoren. Maar die heeft haar Facebook-account gecanceld. Ja. Dan moet ik dus weer mijn platwijzers aanpassen. Want dat doe ik altijd als morgens word ik wakker. Dan ben ik altijd stikzagrijnig. Ga ik eerst internet kijken. Nou, een beetje koffie drinken. En dan heb ik eigenlijk de pagina niet vindbaar of zo. Ja, madame heeft dus kennelijk haar account gecanceld. Ja, ik heb dat nog niet gedaan. Ja, dit wordt ook een hele leuke. Dus... Ik heb die uitzending dus gehouden vorige. Over dat dus hier op aarde kan je alleen maar groen hebben als je koolstof hebt. Hè? Als je geen koolstof hebt, dan hou je dus hier in ieder geval nog silicium over. Dat dan wel. Dus dan heb je gewoon alleen maar silicium, maar dan heb je verder rest helemaal geen donder. Hè? Dus je moet koolstof hebben. En nu even luisteren. Want we moeten dus die lui, die zitten ons gewoon uit te gassen. Zijn al die koolstof weg te flikkeren of zo. Wat hebben ze nou weer verzonnen? Ja? T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Go for main engine start. 1, 0 and lift off of the Atlas V rocket with Cygnus and the SS John Glenn. Extending the research legacy for living and working nou, in space. Kijk. Daar gaat onze koolstof. Naar de maan. De koolstof, dat moet eronder, mensen. Daar moet je plantjes van maken. En met plantjes krijg je beestjes, kruipjes. Er komt van alles tot leven. Visjes, hap, 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 hap. Ja. En dan hebben we allemaal vissen. En allemaal, ja, uiteindelijk krijg je ook gewoon van die hele grote varkens of zo. Je gaat dan niet je koolstof naar de maan schieten. Ja, de ISS. Sorry, ISS. Maar je bent die koolstof wel mooi kwijt, hè? Kijk, de bemanning gaat testen of voedselproductie mogelijk is in de ruimte. Ja, ik heb ook zo'n vragen. Is het eigenlijk mogelijk hier op aarde? In de vorige uitzending heb ik dat ook verteld. Ga het maar proberen. Binnen nood. Maakt niet uit wat je gaat doen. Of je nou een kaïn wordt. Dus een veeteler. Of een jager. Of wat is een kaïn? In ieder geval dierendoder. Of je wordt een abel. Dus een landbouwer.
Ja, ga het maar doen in het Nederlands. Ik wens je veel geluk. Maar ga hier niet de Obelix uithangen. Hè? Van Asterix en Obelix. Obelix, die ging nooit naar de snackbar. Nee, die ging altijd even naar het bos en die haalde daar een everzwijn. En dan nam hij dat everzwijn gewoon op zijn rug mee naar huis. Maar dat mag hier niet meer. En een voedselproductie in de ruimte. Ja, nou, dat zou ik ook willen. Maar wacht even. Maar als je voedsel produceren in de ruimte. Wat is het nou? Wat zijn dat de koerierskosten eigenlijk? Want hebben ze daar lekkere tomaten? En wat kost het dan? Om dat dan hier op aarde weer te krijgen. Nou, mensen. Voedsel creëren in de ruimte. Opletten, hier hebben we het over 3500 kilo. 3,5 ton. Gelukkig, ja, dit gaat allemaal geweldig. Oh, een blackout. Oh, fuck. Ja, dat is wel heel jammer. Ik denk dat Houston hier een probleem heeft, hoor. Dat hij zo snel... Ik had er minimaal verwacht dat die raket aan zou komen bij ISS. Dat die jongens zeggen, dankjewel voor de CO2. Daar kunnen onze planten heel veel mooie dingen mee. Ja, dat kunnen ze ook hier op aarde. Ja. Ons hier gedoe, we gaan gewoon lekker... Ja. Maakt toch helemaal niet uit. Nou, er even een paar korte. Er is een man gedood in Fresno. Nee, 3 personen zijn gedood in Fresno. Door een man die witte mannen had. Ja, mijn moeder had dat ook. Dat was altijd in de zomer. Dan moesten we naar het strand en daar had ik er helemaal geen zin in. En dan zat ik dus op het strand. Gewoon ja, met mijn billen in het zand. En mijn moeder zo mopperen. Doe je spijkerbroek uit. Want we zitten op het strand. Ik zei, waarom? Ja, want jij voor die melkflessen. Zo heette dat toen, hè? Melkflessen. Witte benen. Mijn moeder haatte dat. Dus ik moest gewoon van mijn moeder mijn spijkerbroek uitdoen. Zodat ik een beetje een kleurtje zou krijgen. En dan keek ze zo naar mij van top tot teen. Van, je hebt een kleurtje, dus nou is het goed. Niet dat ze dat, nou, ik heb nooit extra lollies gehad of extra dropjes of zo daarvoor. Nou jongen, jij hebt dus je spijkerbroek uitgetrokken op het strand omdat ik dat zo graag wilde. En het is voor de rest goed gelukt en hier heb jij hier een dropsleutel. Nee, zo was mijn moeder ook niet. En al die witte mensen moeten ook de hele tijd op vakantie. Ik heb ook van die vriendinnen gehad. De vriendin was ontzettend blank. En dan echt een hele donkere brunette met een ongelofelijke... Wat moet je nou zeggen? Ja, je kan zeggen bos haar en bos hout. Ze had allebei. Ze had de Cup 80D. En de lingerie winkel. Waar ik dan kwam met mijn dure geld. En die wist het al. Ik wist al gelijk van, ik wilde weer een. Ik wil een hele mooie. En nu is iets als, wat heb je? En ik hoefde gewoon niet meer te vertellen wat. Het was gewoon 80D. Dat wisten ze daar gewoon. Kosten patiënten. Heb je ook wat. Hè? Ja, die moesten ze ook altijd op vakantie. Een kleurtje krijgen. En er was een keer gingen we naar Tunesië. En toen kwam ze dus terug. En dat was echt ontzettend. Dat vond ik zo zielig voor haar. Ze had een hele mooie kleur gekregen. En toen kreeg je zonneallergie. Allemaal witte dingetjes. Allemaal blaasjes. En ja, kortom, dat kleurtje, dat was er in 3 dagen ongeveer. Was het kleurtje weg. Jammer hoor. Dus ja, wij willen ook niet wit zijn, hè? Ja. Nou, de dader zou voor de moorden hebben geroepen. Dat staat dan hier. Oh, wacht even. Gaat goed. De dader zou geroepen hebben.
dat hij witte mensen haat, precies ja. En ook zou de dader in het Arabisch God is groot hebben geroepen. Meldt het persbureau AP. Dat hebben ze dus zelf niet geconstateerd. De drie slachtoffers werden gedood vlakbij een katholieke instelling waar vrijwilligerswerk wordt verricht. Ze waren alle drie blank. Nou, dit even. Dit noemen wij concentrationslager. Als je er een beetje teruggaat in de geschiedenis. Een concentrationslager. Dus de drie slachtoffers werden gedood vlakbij een concentratiekamp. Zij waren alle drie blank. Ja. Staat er dus. Ik had ook op z'n. Het gaat niet helemaal lekker dit hoor. Oh nee, dat lukt me wel. Dat lukt me. Ja, op z'n Spaans. Moet je zeggen, dus een katholieke instelling waar vrijwilligerswerk wordt verricht. Op zijn Spaans heet dat een redición. Dat is een uitvinding uit de jaren 1500. Redición. De drie slachtoffers werden gedood vlakbij, ja, dat hoef je ook niet te zeggen, een concentratiekamp. Ze waren alle drie blank. Na de schietpartij heeft de politie een 39-jarige man aangehouden. Dat is wel weer grappig dat ze precies weten hoe oud hij is. Oh, maar hij was al aangehouden met een andere schietpartij. Waarbij vorige week, dus 11 april, een bewaker in een hotel werd neergeschoten. Oeh. Ja. Dus er was dus een concentratiekamp en die drie mannen die allemaal blank waren, die mochten de kennelijk eventjes naar buiten om te luchten. Maar ze moesten toch terug, want dat is de grap, hè? Wat een redistione is, hè? Dus het verminderen van jouw bestaan tot dat wat je echt nodig hebt, namelijk toiletpapier. Water heb je nodig. Ja, iets van brood. Maar niet, ja, niet alleen brood, hè. Want niet alleen bij brood zult gij leven. Hè? Ook een beetje tomaat. Of zo. Een beetje geestelijk voedsel. Hè? Maar dit wordt je hier ontnomen. Hè? Waren er drie en die liepen naar buiten. En die haat dan witte mensen. Nou, oké, okay, mooi man. Nou, dat helpt echt. Hij is goed op weg, zou ik zeggen. Vooral erg dom. En, dat is niet mijn verwijt. Nou, nu even het laatste. Nu wordt het serieus. Dit wordt dan een beetje lang. Ik heb de tijd niet in de gaten gehouden. Ik had deze gisteravond willen doen. En toen was ik te moe. Dus nu doe ik hem nu. Dit is nu.nl. Het is geen geintje, het is gewoon, ik heb niks gevoeteld, het is nu.nl. En ik weet niet of jullie de datum kunnen zien of dat die hieronder staat. Jawel, dat kan je prima zien. 18 april, de verjaardag van mijn vriend Wim Kruidentra. 18 april 2007. De titel is Openbaar Ministerie werkt te vaak buiten rechters. Maar eigenlijk moet je het nu al weten. Een soort van Rubik's Cube. Hè? Waar heeft dit mee te maken? Dit gaat terug naar Maarten Luther. En ik ga die Wikipedia pagina er nu niet bij zoeken. Dat doe je maar lekker zelf. Maarten Luther heeft in 1600 en... Oh, moet ik hem nou toch? Nee, ik ga gewoon die jaartallen niet opdreunen. Nee, want ik weet ze uit mijn hoofd. Maar Maarten Luther
had een ernstig probleem. Met het aflaten. Op zijn Engels indulgencies. Ja, wat een indulgency of een aflaat inhoudt, is dat je best stout mag zijn, best stout mag gaan zijn, als je maar betaalt. Voeg je toestemming aan mensen die in het zwart gekleed waren en in het midden hadden ze dan een stukje wit. Nou, kijk nog eens eventjes naar deze foto. Spreekt je iets aan? Dit is precies hetzelfde. En nu hebben ze het weer hetzelfde probleem. Het Openbaar Ministerie regelt te veel zaken buiten rechters om. Bijvoorbeeld om zaken over kleine vergrijpen of diefstal af te handelen. Ook worden er te vaak met bedrijven in overtreding in achterkamertjes deals gesloten. Ja, je kan nu ook gelijk gaan braken. Dit is gewoon de effing. Deze lui die zijn van de KKK. Dit is de Ku Klux Klan. Ja. Ze hebben nog net, in Engeland hebben ze ook nog een hoed op. In de vorm van haren of zo. Hebben ze een pruik. Would you approach the bar? Ja. Dit is de Ku Klux Klan. Ja. Maar goed, de voorzitter is. Er is een raad voor rechtspraak. Geweldig, die zou ik een keer willen. En een koepelorganisatie, daar hou ik ook helemaal niet van. Van rechters en wat is dan überhaupt een rechter? Ik vind eigenlijk, als je het hebt over rechtspraken. Stel, iemand verkracht een vrouw van een bepaalde familie. Dat soort dingen gebeuren. Niet leuk. Wil niemand ertoe aanzetten. Het leidt alleen maar tot ellende. En dan is het altijd nog de vraag. Hoe was het precies? Nou, in principe zou ik dus zeggen. Ik als rechter zou zeggen. Oké, degene waarvan we zeker weten. Dat hij die vrouw heeft verkracht. Die gaat achter het hek. Want die kan net zo goed gek zijn. En dan kunnen we de familie bedanken, want dank jullie wel voor het herkennen van deze gek. En die zit vanaf nu achter het hek. Nou, en die gek die heeft daar dan, want hij heeft een vrouw verkracht, dus hij is gek. Wij denken dat hij gek is. En die man heeft daar een heel saai leven en die wilde er een keertje uit. En die zegt, joh, ik wil er een keertje uit. Ja, oké. Dan gaan we vragen aan de familie of die eruit mag. En als die familie zegt, nee, dat willen we niet. Dan kan hij gaan lopen huilen van, ja, maar dit is niet eerlijk. Maar dan heeft hij gewoon de verkeerde vrouw verkracht. Dat is rechtspraak. Ook in Afrika gelden van die regels. Als je met je auto door het dorp komt te rijden en je rijdt een kip dood, dan wordt je auto gesloopt. Je wordt echt helemaal uit elkaar gehaald. Je wordt gewoon uit elkaar gehaald. Alle onderdelen worden weg. De hele auto wordt weg. Wielen eraf. Ja, je hebt een kip dood gereden, man. Dus die auto van jou, die moeten we even gaan controleren. Die zit niet goed in elkaar. Ja, en dan denk je dat dat niet erg genoeg is. Nou, nee, het kan nog veel erger. Moet je in zo'n dorp moet je een kind doodrijden. Nou, dan wordt je auto gesloopt. Net zoals die keer dat je die kip had gesloopt. En vervolgens word jij gesloopt.
als je bent een idioot. Met een nadruk op een idioot zonder dat middenstreepje, dus niet een soort van jood, maar gewoon een idioot. En dan kan je net zo goed dood. Je bent een idioot eigenlijk. Dat is rechtspraak. Daar hebben we helemaal niks mee te maken hier in Nederland. En er staat dan hier het aantal strafzaken dat daadwerkelijk voor de rechter komt, daalde in het 2016, vorig jaar, met 12%. Ja, hoeveel strafzaken waren het überhaupt? 12%. Wat is dat voor getal? Volgens de voorzitter, en die heet dan Bakker. Ik weet ook niet van zijn... Frits Bakker. Ja, precies. Volgens de... Zegt dan gewoon zijn voornaam en zijn achternaam. Hij heet het gewoon Frits Bakker en dan niet de FJM Bakker. Hij is denk ik van een armoedige familie zonder tussennamen. Maar de Bakker, die bakte van alles van, is dit mede te wijten aan het feit dat de procedures te omslachtig en tijdrovend zijn. Ja, dat zal best. Dat komt vooral natuurlijk doordat iedereen zit de hele tijd zit de oude hoeren met elkaar. In de achterkamertjes. Ja, daar staat ook nog. We moeten naar het achterkamertje toe. Want daar is tante Leonie. Die heeft de gebakjes klaar. Van die goede charcuterie. Nee, dat heet geen charcuterie. Hoe heet het ook alweer? Ja. Ah, ik vind het allemaal geweldig. Bottom line, hè. Iedereen zegt wel tegen mij van, Perry, je bent zo negatief hè, over de samenleving. En dan zit je erop te nadrukken van, nou, je moet met je tengels van de wijven afblijven. En je moet een beetje nadenken over wat je in je mond stopt en niet alles vreten. En je moet overal scheet aan hebben. Ja, ja, dat is gewoon zo. Zo denk ik er echt over. En ik vind het helemaal niet erg dat deze eikels zo omslachtig en tijdrovend zijn. Dat is alleen maar dat ik krijg echt zo dadelijk... Ja, zij zitten dus... Zij zitten in hun eigen doel te schieten. Op zijn voetbal, technisch gesproken. Van, goal. Ja. Omslachtig en tijdrovend. Ja, daar zit mijn pa op de wacht. Ik mag af en toe gewoon dietsbrood, hè. Wij gaan op bij mijn pa niet met omslachtig en tijdrovend aankomen, ja. Dit zijn gewoon luilakken. En ze doen helemaal niks, man. Mijn dochter is in de kruis gegrepen door een of andere Noord-Afrikaan. Dat heeft ons dus, dat moet je bijna mij kwalijk nemen. Het heeft onze samenleving iets van 40 werkuren gekost voor die ambtenaren om alle formulieren in te vullen. En dat was het dan. Ja. Ik wist ongeveer waar die man verbleef. En dat werd terzijde geschoven. Ja, als je dat al gewoon terzijde schuift, ja, wat wil je dan, hè? Van, nee, we luisteren niet naar de mensen die getuigen waren geweest. Nee, die nodigen we uit om officieel, maar dat mag alleen maar geen andere informatie. Want wij zijn van de politie en wij houden graag de misdaad. Die moet ook er zijn, want anders zijn we ons baantje kwijt. Daar komt het op neer, hè? Die klojo's die mij dat hebben aangedaan, die moeten nu een keer bij mij aan gaan bellen. En die moeten mij mijn belastingaangifte komen in. En als ik ze herken, dan stuur ik mijn pitbull op ze af. Dan zeg ik alleen maar. En hij zegt hap. Dat mag er allemaal wel. Dat mag allemaal dus. Dus je mag gewoon misbruik maken van mensen. Oké, ik vind het geinig, man. WhatsApp, Doc. En dan krijgen we de volgende. De raad pleit er nadrukkelijk voor dat het volgende kabinet ervoor zorgt dat politie, justitie en de rechters één computersysteem krijgen.
Nu zijn het allemaal aparte systemen, wat de samenwerking flink bemoeilijkt. Ja. En waarom hebben ze niet allang één systeem? Dat komt omdat er competitie is. En een hele hoop onbenulligheid. Want aparte systemen, dat idee, dat is helemaal niet. Er zijn geen aparte systemen. Het is een heel eenvoudig systeem. We beginnen als eerste met de financiën. Dat is gewoon betalen van Piet, betaald aan Henk. Punt. Nou, al die data moet echt naar IJsland. En dan wordt die ingebrand. Een hele grote CD-ROM schrijven. Dan gaat daar maar mee beginnen. Dat kost je... nog geen 10 miljoen hoor. En de rest kan je allemaal lenen bij de banken. Want dan krijg je abonnementen met al die bankiers. En doe jij gewoon in één keer alle financiële transacties. En dat willen deze mensen niet. Ja, een voorbeeld. De koninklijke marechaussee hier in Nederland. Heeft een eigen systeem. De politie ook. En dan ook nog per regio. En iedereen zit gewoon zijn eigen dingetje te doen. En niemand is geïnteresseerd in de waarheid. Iedereen denkt van, ach, 9-11, ja, het was misschien wel een beetje... het was alleen maar op tv geweest. Er zijn niet echt 3000 mensen gestorven, ben jij gek? Nee, er was alleen maar een explosie op tv. Teletubbies in La La Land. Ja, ga vooral zo lekker door. Natuurlijk zijn het allemaal aparte systemen. Deze Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak, die doet er gewoon ook voor. Hè? Die zorgt daar ook voor. Hij had het al lang moeten weten. En dan zegt hij ook nog, we waren van plan om het in het vorige jaar beter te doen. Ja, en een of ander begrip doorlooptijd. Maar het is niet gelukt. Oké, salaris inleveren. Hé, meneer Frits Bakker, pond teruggeven. Ja? Terug met die pond. Dus ik heb hier momenteel in mijn buurt heb ik een verbouwingsdinges. Compleet heel vervelend voor mij. Zeur ik niet over. Maar die jongens die daar die stenen lopen te blokken. Dan klink, 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 klink. Ja, die maken tempo. En Frits Bakker, die zat net als die Jan Terlouw van de Dood 66 partij. We willen allemaal stoppen met de CO2. Want in de CO2 ga je dood aan. Ja, gewoon naar een soort vampierenmaatschappij of zo. Ja, want we... Oh, die andere lul ook, van uit Wageningen. Weet ik weer, Pechtold. Die zal ook zomaar geboren worden, hè? Dat je Pechtold heet. In die zin heb ik meer medelijden met die Alexander Pechtold dan die kinderboekenschrijver die geen verstand heeft van chemie of biologie en... Dood 66, allemaal ophouden met ademhalen, want dan krijg je CO2 van. En anders, als je wel doorgaat met ademhalen, dan ga je verstikken. Dus stop maar met ademhalen! Ekel. Maar mooi, hè? Nou, dat was zo laat. Ik zit onderwijs gewoon lekker aan Joodse troep te eten. Pretzels. Dat mag natuurlijk van Alexander Pechtold ook weer niet, hè? Want de pretzels zit zout. En Alexander Pechtold, of die... Dan krijg je zo'n zoutbelasting, hè? Hij eet zout. Ja,
Nou, ik eet gewoon fucking wel zout. Dat is gewoon wel, en zit gewoon even. Ik denk dat dit in plantaardige olie gebakken is. Dus. Ja, maar voor de rest is het dus. Ja, een soort van gras eigenlijk, hè? Is het gewoon gras te eten? Pretzels. Geen voedingswaarde of zo. Je kan er hooguit dik van worden, hoor. En dan gaat. Dan gaat Jan Terlouw zeggen. En die andere die pechtelt. Ah, dat mag je niet doen. Ik moet sneller dood. Ja, oké. Nou. Ik heb zoiets van, ja. Als die Jan Terlouw. En die Alexander Pechvogel. Nee, Pech. Ja, ik ben af en toe zo dyslexisch, hè. Maar die Pechert. Ja. Dan moeten ze gewoon de pretzels. Moeten ze gewoon. Keer 20 doen. Kijk, als een zakje pretzels in de supermarkt 20 euro kost. Ja, dan eet ik geen pretzels meer, hoor. Echt niet. Ben jij gek geworden? Dan maken ze er nog niet vanzelf. Dan ga ik een handel beginnen in pretzels. Ja, dat Joodse karakter van mij. We kunnen het nog een keer over hebben. Hey, heel leuk dat jullie hier naar geluisterd hebben. Wel mooi gemopper, toch? Op al dat gezeur. En dat wij mogen beseffen dat wij niet degene zijn die voor onszelf zorgen. Het is een mooie om over na te denken en de volgende keer pak ik die draad weer op. Ik moet even een boertje laten. En op zijn hamburgers zeg ik nu tjus en dag lievers.